Morgenavond gaan we weer een nieuw programma testen. Nou ja, nieuw, het is het Po-nieuws, maar dan in een XL-jasje. Met telkens drie onderwerpen. Deze week onder meer aandacht voor de Rijksweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht. De snelweg werd verbreed van 3 naar 5 rijstroken, maar de maximumsnelheid werd teruggeschroefd naar 100 km per uur. Daar waar vroeger nog 120 mocht worden gereden. En om de nachtmerrie nog even compleet te maken, wordt er op dit moment een trajectcontrole aangelegd. De A2. Van asfalthemel tot asfalthel. Ja, het is een 5 maands weg, dus iedereen sukkelt daar een beetje 100 naast elkaar. Dus het is niet echt efficiënt van dat mooie wegoppervlak. Dat is 100, is zo'n beetje overdreven, ja. Belachelijk. De weg is breed genoeg om, om sneller te kunnen rijden zonder het gevaar oplevert. Ik kan me voorstellen dat het 's avonds dat het wel wat harder mag. Wat mij betreft, gas erop. Tot zover de Po-nieuws. Tot morgen. Ook onze voorzitter is boos. Dagelijks begeeft hij zich tot zijn grote afgrijzen urenlang op de A2. Het was wel weer heel lekker, jongens, vanavond. Dank jullie wel. De duisternis valt op de snelweg. De neonlantaarns zijn snoeren van licht. Nou, kijk, aan de overkant. Daar zijn ze nu dus bezig met het volhangen van met camera's boven de weg voor die gebruikte trajectcontrole. De kant van Amsterdam naar Utrecht is inmiddels helemaal voorzien. Nu ben ik gewoon verplicht om met 100 kilometer, 30 kilometer lang van Amsterdam naar Utrecht voor te sukkelen om, hoe laat is het? 11:50. Onze ervaring leert dat als je trajectcontrole plaatst, dat het overtredingspercentage maar 0,5% is. Nu is dat 7,5% als we dat controleren. En vanaf mei wordt daar met trajectcontrole gecontroleerd. Maar er zijn nog altijd mensen die zich er niets van aantrekken en het gevecht met de flitspolitie blijven aangaan. Piet is daar een voorbeeld van. Een jonge vent die om begrijpelijke redenen niet herkenbaar in beeld wil. Ik heb een plateguard gevonden via internet. En daar kan ik indrukken op de knop een doek van mijn kenteken laten zakken. Voor jou werkt dit zo goed dat jij zegt van ik ga je een handeltje in beginnen. Ja, ik denk dat hier veel vraag naar is en dat meerdere mensen er wel interesse in hebben. En wat kost het? Dit systeem kost €239 en dan heb je het aan de voorzijde en achterzijde. Ja, morgen dus een uitgebreide reportage.